FCV De Losput is hier met Milan Alverink. JWC Kampen Remco Reuring. De Vivo Crosses is hier met Simon van Burgel. FCC Nuland Jurre van der Haten. CATR Alten goed vertegenwoordigd Dennis Jansen. FC Unitas Assen Silvan Meinders. En op de Klapperman plaatje 43 Double B Boni Bakker CATR Alten. Heren, succes! Lekker, wie is dan als snelste vertrokken? Nou, Bakker is in ieder geval heel goed weg. En wie gaat hij dan meenemen daar richting het eerste stuk? Hij staat al gelijk een midgetje, denk ik. Ja hoor, dan komt Dennis Jansen dan keurig aanzetten naar positie nummer 2. Ja, terwijl natuurlijk, we zien dus CATR Alten heel goed naar voren hier. En de jongens van 11 jaar, of 10 jaar moet ik natuurlijk zeggen. Het is nog steeds Boni Bakker op 1, Dennis Jansen op 2. Maar wie gaat dan richting die derde plaats? Is het dan Silvan Meinders? Of gaan we daar toch van de Haten zien? Of FC Nuland, daar lijkt het voor ons nog wel op. En waar zien we dan Alverink? Die rijdt op positie nummer 7. Maar vooraan is hij los. Maar als hij geen voortje meer maakt met dit de Overijssel kampioen voor de boys van 10 jaar. Niemand doet het dan Boni Bakker. En hij gaat meedoen met 6-7 naar het podium. De 88 paard komt Dennis Jansen. En het podium was compleet gemaakt in de 400 en... Nee, 402 denk ik van Jurre van de Haten.